De gemeenteraad van Doetinchem staat de komende tijd voor scherpe keuzes. Als er geen maatregelen worden genomen, stijgt het tekort de komende jaren fors. Daarom gaat onder meer de onroerende zaakbelasting met 5% omhoog, wordt parkeren duurder en wordt er bezuinigd op het minimabeleid. Vanuit financiën kan ik niet anders als roeien met de riemen die ik heb en met het geld wat ik van het Rijk krijg. Dat is verschrikkelijk veel geld. Het is gemeenschapsgeld en ook het Rijk zal keuzes moeten maken. Ook wij zullen die keuzes moeten maken. En soms hebben we moeilijke keuzes te maken, maar wij lopen er niet voor weg. En hebben deze keuzes ook gemaakt en gaan er ook voor staan. Toch gaat dat de oppositiepartijen in de Raad niet ver genoeg. Zij vinden de voorstellen onduidelijk en willen weten wat voor impact de bezuinigingen gaan hebben in de samenleving. Wat ik zie is dat er een beetje op een boekhoudkundige manier wordt bezuinigd. Hè? Als het Excel-sheetje maar op nul sluit. Maar de betekenis van de bezuinigingen voor de samenleving, voor mensen die nu met een bijdrage van de gemeente kunnen meedoen aan sport, kunnen meedoen aan cultuur, die naar een buurthuis gaan, dat wordt gesloten, die is niet duidelijk. Het college heeft niet duidelijk gemaakt en ook net niet in het debat inderdaad wat de impact, de maatschappelijke impact is van de bezuinigingen die ze voornemen. Ik vind persoonlijk dat je, als je dat niet weet, dat je geen besluit kunt nemen over bezuinigingen. Uiteraard zal de raad de keuzes nog moeten maken en de afweging moeten geven en een definitief besluit nemen op 7 november. Maar wij zullen dan ook pas dat zien als een sluitstuk van een proces en het startpunt om met al onze stakeholders in onze samenleving ook dan de vervolggesprekken aan te gaan over hoe verder te gaan. Volgens Kroon staat er te veel tijdsdruk op het maken van de juiste beslissingen. De begroting moet op 14 november aan de provincie worden aangeboden volgens de wethouder, maar Kroon spreekt het tegen. Wij hebben zelf ook contact gezocht met de provincie en die ruimte is er. We zijn ook niet de enige gemeente waar dit speelt. Je kunt meer ruimte nemen om goed na te denken over verantwoorde bezuinigingsmaatregelen. En ik begrijp werkelijk waar niet waarom die ruimte niet wordt gepakt. Of die ruimte nou wel of niet wordt benut, er moeten volgens Kroon de komende tijd veel stappen worden gezet. We gaan zelf met de samenleving in gesprek, met organisaties, met instellingen. Wat schatten jullie in wat dit gaat betekenen voor jullie? En ik hoop dat het college op 10 oktober nu eens welkomt met de informatie over wat de maatregelen die zij zelf voorstelt betekent voor buiten, voor de mensen op straat.